Corona, waar we het vandaag niet over gaan hebben. En daardoor het toch een klein beetje er wel over te gaan hebben. Vaag. Maar wij dachten dat het tijd werd. om die coronazooi eens achter ons te laten. en te gaan kijken naar. Wat heeft het, heeft het überhaupt wat opgeleverd? Kunnen we het loslaten? Kunnen we eindelijk weer dingen gaan doen met z'n allen. Want ja, daar hebben we over nagedacht. Daar hebben we ja. over gespart, zoals ze dat dan mooi zeggen. En nou ja, wij vonden het wel een interessant moment om daar met z'n twee over in gesprek te gaan. Nou ja, en met jou natuurlijk ook daarbij in gesprek te gaan. Ja, we zijn niet van plan de, de Nederlandse Joe Rogan te worden. Dus we zijn niet. De, we zijn op Spotify, dus we worden. We Gaan niet voor de ban, maar we willen het eigenlijk niet over oh, corona. Ja, hebben. Dat is een goede. Moeten wij nog een disclaimer Raadpleeg je huisarts. Misschien dat we controversieel zijn. Ja. En ik ben al bang dat er al heel veel mensen klik, 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 klik weg hebben geklikt van corona <laughs> nog een keer. Maar waar wij het over willen hebben, is um, corona. Wat heeft het? Wat brengt het ons aan innovatie, verandering? Uh, wat is het, het effect op organisaties, op mensen uh, corona. Dus niet de ziekte, dat niet, maar wat. wat um, en dan wil ik beginnen met een uitspraak van Churchill, Winston Churchill, voor de jonge kijkers. Dat is de, de meneer die op Boris Johnson lijkt en die uh, in, in Engeland uh, de Engelse premier was tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die heeft gezegd van never waste a good crisis. En als je naar corona kijkt, de afgelopen twee jaar kun je wel spreken over een gezondheidscrisis. Een crisis waarin lange tijd uh, ja, de, 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 een, een populatie mensen onder druk staat en waardoor dingen gebeuren... En wat je, in de, wat je in het verleden ziet, dat uh, goede crisissen, crisis als meervoud, leveren vaak innovatie op. En dan ga ik eerst één voorbeeld noemen om, om aan te geven wat ik precies bedoel. Uh, als ik kijk bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog kun je ook zien als, als, als twee zware crisissen of crisis. En uh, de innovatie die het onder andere heeft opgeleverd is het vrouwenrecht en de opkomst van de vrouw in het, uh, in het werkleven. De, de meeste mannen werden naar het front gestuurd. Het thuisfront had te weinig arbeidskrachten. Vrouwen gingen aan het werk, daarvoor mocht het niet. Dat bleek, nou ik wil zeggen wonder boven wonder, want dat is niet waar. Maar dat bleek een groot succes te zijn. Die vrouwen konden exact hetzelfde als wat mannen konden. En toen de oorlog voorbij was, ja, dan, ja, dan uh, was de innovatie dat men erachter was gekomen dat vrouwen toch ook gewoon. Konden werken? Of zijn we nu.? Ja, nee, nee ik, ben, ik, ben het, ik ben heel voorzichtig. Duidelijk. Ja, wij zijn heel pro-wife. Uh, ja, nee, ik, pro zeker, He? zeker, pro ik denk dat het een ongelooflijk fijne ontwikkeling ja. Een belangrijke ontwikkeling is geweest van een slechte situatie. Wat voor positiefs heeft dat opgeleverd? Het ja. Ja, is wel heel positief dat dat erachter is gekomen. Dat we ineens allemaal realiseerden dat ja. inderdaad vrouw en man helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. En ook vrouwen het ja. recht hebben om te werken. Eigen, eigenlijk zou je kunnen zeggen, ook bij deze coronacrisis, dat er iets ontdekt wordt. Wat ook heel logisch is, en waarvan mensen achteraf zeggen: waarom hebben we dat eigenlijk nooit eerder bedacht? Hoe kan het nou zijn dat, die, wat, dat we die crisis nodig hadden om die innovatie te ontdekken? Ja, maar, is dat, is dat nu, zeg maar kunnen we daar nu al van spreken? We hebben twee jaar zitten we nu in deze zogenoemde ellende, in deze coronacrisis. Kunnen we al spreken over dingen die het hebben opgeleverd? Innovatie. Hebben we iets ontdekt? Nou ja, thuiswerken, maar. Dat was er al. Het no. was, dat was te, het, er werd al wel thuisgewerkt. En no. zeker als je kijkt in IT, ICT, daar werkten ze al over de grens met, ja. met programmeurs vanuit een ander land. Dus dat werd al wel gedaan. Jawel, dat is waar. Maar ik, ik, de, kijk, eerst, de eerste vraag die zegt van: is het lang genoeg om over een crisis te praten? Hm. Is, want kijk, de Tweede Wereldoorlog was vijf jaar. De Eerste Wereldoorlog was, geloof ik, ook vier, vijf jaar. Ja, okay, maar dit is twee jaar. Echt, echt oorlog, maar dat de traject duurde toch al wel langer. Er was al langer natuurlijk. Sprake van? Nou, nee, ik denk niet. Op een gegeven moment dat de eerste schot werd gelost, begonnen, het. Dus in de mobilisatie. Dus ik, ik denk dat twee jaar. Dat, dat is, hoe je dat zou kunnen ervaren. Stel je voor dat, we, de, dat dit de laatste lockdown is. En we gaan in maart, april, mei weer normaal doen. Wat ik echt hoop. Uh, nog wel vrees, nog niet zeker weten of het gaat gebeuren. Dan pas kunnen we zien of we weer helemaal terugvallen in ons oude gedrag. Of dat we toch innovatief nieuwe dingen hebben ontdekt. En dan kijk ik naar innovatie, kijk ik naar technologie gedrag en eventueel processen. Uh, ik, ik denk dat een van de technologische innovaties, Teams Meeting, Zooms, ja, ik denk wel dat dat blijvend is. Dat deden we veel minder voor de corona. O, 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 eens. En ik denk nu, nu dat ik achteraf van waarom hebben we dat eigenlijk niet veel eerder bedacht? We hebben wel gerealiseerd van, oh wacht eens even, we kunnen veel meer. We kunnen veel vaker online vergaderen, we kunnen dat veel beter inzetten in de organisatie dan wat we nu bijvoorbeeld deden. Dat ben ik ja. het mee eens. Daar ben ik het mee eens. Het is echt innovatie. We zijn gewoon tot de realisatie gekomen: dit is een handige tool. En daar wel. moeten we veel meer gebruik van maken. Ja, maar kijk, waarom ik het wel innovatie noem. Want corona is wel een katalysator geweest. Want ik durf wel te beweren: dat als corona er niet was geweest. dat wij nu aanmerkelijk minder op Teams en Zoom zouden zitten dan dat we nu zitten. Fair enough, ga ik met je eens. Oké, okay, dan, andere kant van het verhaal. Prima, is innovatie. We zijn tot de ontdekking gekomen: hé, hey, dat Teams wel werkt. Moeten we vaker gebruiken. Maar is dit een positieve ontwikkeling? Uh, is vrouwen weer aan het werken een positief? Nee. <laughs> uh, ja. Ja. Ja, ja, ik denk, kijk, natuurlijk kun je ook weer de maat verzinnen. Ik denk dat in de kern het wel een, een, een positieve ontwikkeling is, omdat we de mobiliteit veranderen, we hoeven minder in de auto te zitten, we kunnen bepaalde dingen die we normaal fysiek proberen te doen, toch technologisch doen. Heeft het een downside? Ja, ik denk dat, het, dat een, 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 een fysieke vergadering in, in, ...in sommige oplos, uh, momenten meer re resultaat oplevert dan een online vergadering. Ja, ja dus ja, dit, dit uiteraard is al ook... Oké, okay, dus we, we zijn flexibeler geworden. Als medewerker kun je jezelf flexibeler inzetten ten dienste van het bedrijf. Dus je kunt misschien meer bepalen van... ...oké, okay, ik werk drie dagen kantoor, twee dagen werk ik thuis... ...ik communiceer dit goed met het hele team, dus dat is oké. Okay. Op het moment ja. dat ik dan afspraken heb, kan ik dat super makkelijk combineren... ...want ik ben thuis en ik kan mijn werk gewoon digitaal voortzetten... Ja. En een van de innovaties van corona, tenminste ik weet niet of het gaat innoveren, maar is dat heel veel mensen nu, een groot gedeelte van de beroepsbevolking nu zelf beslist waar die werkt. Ik, ik had vanochtend een gesprek met iemand en ik, en, die, en ik vroeg van, nou die werkt grotendeels thuis, en ik vroeg van, ga je na corona, ga je weer naar kantoor? En toen zei hij van, nou ik denk het wel. Terwijl ik dacht, denk het wel, vroeger was het zo, dat bepaal jij niet, dat bepaalt je werkgever. Hmm. Dus hij zei, nou ik denk dat ik denk drie dagen drie twee ga doen. Dus drie dagen thuis, twee dagen werk, of twee dagen thuis, drie dagen kantoor. Maar hij zei het op zo'n manier dat hij het bepaalt. Dat was twee jaar, drie jaar geleden, ondenkbaar dat ik even voor mezelf ging bepalen of ik wel of niet thuis ging werken. Ja. Dat is een vorm van, 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 van echt verandering. Dus van gedrag. Een medewerker voelt meer autonomie daarin. Je mag meer. Heeft het idee, ik kan meer bepalen waar ik ja. ga werken. Op een kantoor of het kan thuis. Is dat een goede ontwikkeling? Nou ja, drie jaar geleden, als ik tegen, als ik in loondienst zou zijn en ik zou tegen mijn leiding geven of tegen mijn bedrijf zeggen: Joh, weet je, ik heb besloten dat ik toch maar even drie dagen thuis ga werken. En dan, dan, ja. nou, dan dat kwam niet eens hier op. Nee. En nu heel veel mensen die nu dus door de corona thuiswerken uh, leven in de perceptie dat zij straks zelf gaan beslissen of ze wel of niet thuiswerken. Ja, maar daar daar vraag je jezelf al een klein beetje. Leven in de ja. perceptie dat. Oké, okay, ja. maar is dit een is dit een ontwikkeling die we misschien is dit wel de innovatie? Dat medewerkers zelf meer het Autonomie. gevoel hebben autonoom te zijn, zelf die beslissingen mogen maken. En is dat iets wat we juist moeten gaan stimuleren? Die autonomiteit bij de medewerkers en de controle meer loslaten bij de leidinggevende, is dat een goede ontwikkeling die we moeten pushen? Ik denk het wel. Want ik, kijk, het is niet voor iedereen werkbaar, maar ik denk dat als mensen autonoom werken, hoge maat van verantwoordelijkheid hebben, dat ze gewoon uiteindelijk productiever en 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 beter in hun arbeidsleven staan. Ja. Dus dit is wel, dat is wel het heilige doel, de valhalla. Maar ja, ik zeg er ook gelijk bij van. Er zijn ook genoeg medewerkers van mensen die dat nog niet aankunnen. Nee, of, of dus 80% zou het wel kunnen en 20% niet. Dus je kunt niet zeggen, dus je zult wel daar ook weer moeten managen. Ja, dus niet bij iedereen kun je, dat is ook fair, logisch ook, je kunt niet iedereen dezelfde vrijheid geven, want de een heeft meer vrijheid nodig en de ander heeft minder vrijheid nodig en de een heeft meer sturing nodig ja. en de ander heeft minder sturing. Maar als we dan kijken vanuit het perspectief van die manager of die leidinggevende, ja. die, moet ineens, die heeft ineens geen controle meer, minder grip. Dus dat kan correct. Sommige mensen denken: Oeh, hey, dat, oe, dat weet ik eigenlijk niet of ik dit wel wil. Ja. Hoe ga je daarmee om dan? Nou ja, daar ben ik een nieuwsgierig naar. Kijk, vroeger, vroeger, voor corona, stel je voor dat ik leidinggevend ben en ik zeg: Vrijdagmiddag uh, wil ik even een overleg inplannen. Hm. Prima, werd het overleg ingepland. Nu zeg ik als leidinggevend: Vrijdagmiddag wil ik het overleg inplannen. Dan zegt een helft van: Ja, maar dan ben ik niet op kantoor. Ja. <laughs> oh, bepaal jij dat? Blijkbaar wel. Ja, dus, ja dan zeg je gewoon: Ja, ik ben bent niet. Dus als je dat wil, moet het online. Ja. Terwijl, dus in die zin, het directieve, het, het uh, van over hoe iemand zijn werk invult. Is, ja, met de, net zoals dat de vrouwen na de Eerste Wereldoorlog of Tweede Wereldoorlog meer vrijheid hebben gekregen, zo hebben werknemers na deze crisis ook meer vrijheid gekregen. Ik kan me voorstellen dat dat ervoor zorgt dat die manager of die leidinggevende nog beter moet communiceren. Ja. Want de mensen zijn meer op afstand. Normaal was het allemaal onder één dak. Even een rondje lopen, hey, straks over een uurtje wil ik even een vergadering. Iedereen zegt, ja is goed, ga ik tijd voor jou maken. Nu is dat een stuk lastiger. Dus nou zal die, die meneer of mevrouw, die leidinggevende, veel meer zijn best moeten doen om iedereen mee te krijgen, om ervoor te zorgen dat ze allemaal de juiste kant op staan en realiseren, hé, hey, ik heb straks een meeting om twee uur ja Het kan zelfs tot gevolg hebben dat we juist weer meer leidinggeving gaan krijgen, omdat we dus meer behoefte hebben aan een centrale persoon. Dat lijkt dat, dus dat bizar lijnrecht tegenover Para de ontwikkeling ja. te staan. Ja, een soort paradox, of noem je dat? Een, uh, een bizarre wending van het verhaal, dat juist doordat uh, steeds meer mensen volledig autonoom zijn over wanneer en waar ze werken, dat je dus weer meer behoefte hebt aan een centraal figuur die, die zorgt dat het allemaal wel goed is. Kijk, want als je, eh, we, 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 we houden van zelfsturen, we houden van uh, tenminste, dat is, dat is wel de tendens. Stel je voor dat jij in een organisatie werkt, een platte organisatie zonder leiding geeft, een holocratie. En uh, um, iedereen bepaalt zelf wanneer en waar hij werkt. Dan krijg je dus, kan het dus zijn dat het gewoon onmogelijk wordt om mensen bij elkaar te krijgen. Mm. Ik heb niet de macht om te zeggen: ja, jij moet er vrijdag zijn. Nee. Dus het kan ook zijn, geen idee, maar dat is het mooie van een crisis. Er gaan allerlei processen aan, uh, in werking die je vooraf niet had kunnen voorspellen of helemaal niet mee bezig was. Nee. Dus één ding weet ik zeker, als de corona inderdaad de crisis is zoals het is, dat twee jaar lang genoeg is, of het zal nog even duren, drie jaar lang genoeg is, um, dan ben ik erg nieuwsgierig van wat de veranderingen gaan. En, en we weten het nog niet, want ze zijn nu bezig. Ja, oké. Okay. Is... Ik, ik ben heel nieuwsgierig. Dus ik, vind, ik, ik, en, en, uh, ik hoor ook allerlei verschillende verhalen, verschillende organisaties. En, uh, en, 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 en ook. Kijk, de, de simpele dingen, uh, uh, de praktische dingen... Vroeger als je thuis even moest blijven omdat de loodgieter langs kwam... of omdat je naar de tandarts moest, dat moest vroeger allemaal afgesproken en geregeld worden. Dat hoeft nu niet meer. Hmm. Je zegt nu gewoon letterlijk van, ja, ik ben uh, maandag niet op kantoor. Waarom niet? Ja, ik moet naar de tandarts. Of, hé, hey, ik heb de loodgieter komen langs en niemand vraagt. Daar hoef je geen toestemming voor te vragen. Maar dat is een kleine verandering. Ja, en maar, het is het... maar stel je voor dat, in, dat iemand naar je toe komt in paniek van, ja, weet je... Ik word er knettergek van. Ik wil, ik wil een groep mensen bij elkaar krijgen. Vijf mensen van verschillende afdelingen. Het lukt me gewoon niet. Nee. Want er is altijd wel een moment dat twee mensen niet thuis, niet, niet op kantoor zijn. En ik wil het wel fysiek doen. Dan moet diegene dus verplicht het online doen. Ja. En als diegene dat nou net niet wil, als hij, als hij wil brainstormen. Ik, ik, kijk, één ding weet ik wel zeker. Um, online is handig. Maar als je kijkt naar de. Naar de Kwaliteit van een goede offline sessie of goede online sessie, dan gaat offline altijd winnen. Een brainstorm sessie met vijf mensen in een kamer is altijd beter dan een brainstorm sessie met vijf mensen online. Tenzij het een slechte brainstorm is, maar dat is wat anders. Ja, okay, okay. En hoe komt dat dan, denk je? Omdat je de non-verbale communicatie, de interactie, is allemaal weg. Ja, okay, dus je mist een paar essentiële onderdelen van die sessie. Als je het doet. En heel simpel iets van online, wat, wat we nu achterkomen. Uh, als jij met vijf mensen online vergadert, dan schijnt het zo dat, uh, degene, dat, dat, je, dat de meeste mensen naar zichzelf kijken. Hoe kom ik over? Ja. Dus je hebt geen aandacht voor de anderen. Nee. Of ze kijken naar een ander die praat. Daar ben ik ook voorstander van, wanneer er iemand centraal staat, dat je de rest van de camera's allemaal uitzet. Want dan ja. heb je namelijk geen moment om afgeleid te kunnen worden. Want je bent namelijk gefocust op die ene persoon die op dat moment aan het woord is. Ja, dus eigenlijk zou je net als vroeger, gewoon degene die aan het woord is, die ziet iedereen. En degene ja. die niet aan het woord is, die ziet alleen degene die aan het woord ja. is. Dat, dat, die technologie kan ook nog komen. Ja. Maar je merkt gewoon, uh, als ik zo doe als jij iets zegt, dan weet je van, hé, hey, hey, ik zie weerstand daar. Mm -hmm. ja, maar als je daar, als, als je volgens, terwijl je aan het praten bent, naar jezelf zit te kijken of je wel goed overkomt, zie je dat dus niet. Maar sterker nog, je hebt zo'n klein schermpje, dan moet je... Ja. Volgens mij zit iemand... Hey, heb, zit jij met je armen over elkaar? Nee, nee, hoe bedoel je? Oh, dan heb ik dat ja. misschien verkeerd gezien. Nou, dan ben je het hele moment alweer kwijt. Plus, wat, wat ook veel meer gebeurt online dan offline... is dat mensen gewoon andere dingen gaan doen. Dat mensen gewoon zo... En dan ja. ondertussen, ja. dat zie je ook heel veel. Nee, en er is nog... Wat, dus eh, het heeft, het dat, heeft voor- en nadelen. Dat komt, komt heel veel te sprake, volgens mij. Het moment achteraf, dus na de sessie. Dus je hebt en de brainstorm heb je gehad... of de presentatie heb je gehad. Het is afgelopen. Dus ja. eh, eigenlijk is er dan even op dat moment... een soort informele sfeer... waar je toch nog even napraat... toch nog even die ene vraag stelt... waar je geen ruimte of ja. tijd voor hebt gehad. En dan ontstaat er nog ja. heel veel. En dat is nu weg. Ja, Ach, na de meeting... hé, hey, jij, jij noemde dat... daar wil ik nog even over hebben. Ja. Dat kan ja. niet. En wat je nu ook ziet is... Uh, dat had ik dan deze week... Uh, iets te drukken... dan heb je gewoon hele strakke planning. Dus dan heb je gewoon... Van één tot vijf had ik gewoon elk uur. Ja. Dus dan, dan ben je aan het afronden om naar de volgende. En ja. het is een andere, ik zeg niet dat het fout is, maar het is een nee, andere manier. Nee, en het, het vereist het, andere talenten en disciplines en afspraken. De interactie tussen um, 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 mensen die zeg maar, meeparticiperen aan bijvoorbeeld een training... die elkaar niet kennen en dan toch achteraf de tijd hebben om even te mixen. Andere mensen te leren kennen, netwerken. Dat doe je nu niet. Je blijft ja. nu niet hangen in een Teams meeting om eens even te netwerken. Ja, sommige mensen misschien wel, maar ik denk het overgrote deel blijft niet hangen in die Teams meeting. Want ja. iedereen denkt afgelopen, klik, afsluiten en naar de volgende of ik ga wat anders doen. Ik ga de was ophangen wat hier naast me op het bureau ligt. Ja. Of een andere oplossing is de metaverse. Goeie, zat ik ook aan te denken en dat schijnen bedrijven best al wel ver in te zijn ja. dat ze echt een hele grote Online omgeving hebben waar je in kunt loggen. Je hebt je eigen character. Je kunt rondlopen over het strand. Je hebt gewoon bordjes van afdeling Finance. Die kant op. En het schijnt dus zo te zijn dat er letterlijk bedrijven zijn. Dat als je een probleem hebt met Finance, je in die metaverse gaat van het bedrijf. Dat je naar de afdeling Finance gaat. Dat je daar je beklacht doet. En dat iemand anders thuis het probleem gaat oplossen. Terwijl die ingelogd zit in de metaverse. Ja. Ik bedoel, er zijn al bedrijven... Zeg maar, gaan we over twintig jaar in de metaverse leven? Ik nee, denk... we leven er al in. Ja, Ik bedoel, dit, dit ding, voor mij is dit de metaverse. Ik bedoel, niemand, bijna niemand gaat zijn huis uit zonder dit ding. Dus je bent eigenlijk al 24-7 bezig met dat apparaat. Ja. En je, een groot deel van je leven speelt zich ook online af. Ja, en Facebook is daar natuurlijk al flink mee bezig. Ja, en toevallig, gisteren is de Koers van Facebook met 25% naar beneden gedonderd. Dus ze zullen ook echt de metaverse moeten inzetten. Want anders uh, kun je die aandeeltjes ook wel naar huis sturen. Maar ja, ja dat zijn allemaal dingen die in een stroomversnelling komen. Nou ja, en, en als we dan over innovatie hebben door corona, ik denk dus dat. Corona er wel voor gezorgd heeft dat het hele online leven gebeuren een ongelofelijke boost heeft gekregen. Ja. Dat we in een hele, hele grote stroomversnelling zijn terechtgekomen. Wat misschien niet per se een positief iets is. Ja. Hè? Want, en, en het grappige is, wat ik dan heb, want ik heb hier technologische innovatie. Hmm. Maar ik heb, ik heb ook een aantal dingen waarvan ik denk dat ze mislukt zijn. Hè? Want een van de technologische innovaties die je had verwacht, is bijvoorbeeld de, de Free Me Bowen. Dat je dan de op vrijdagmiddag inlogt hmm. met elkaar in een ja. online vrijdagmiddagborrel. Ja. Volgens mij is die valikant mislukt. Volgens mij is dat niet een innovatie die doorzet na de coronacrisis. Nee, kan Want me mensen dan, vinden er niks aan. Ik kan me nog wel herinneren dat het in het begin inderdaad wel. Ja, zo. Iedereen, ja. Ging, iedereen ging pubquizzen doen ja. online. En niemand doet dat meer, want het is gewoon niks aan. Want dat is juist iets wat je offline wil doen. Dus dat er zijn ook leuk. pogingen van innovaties, technologische innovaties, die. waarvan je had verwacht van dat die zou lukken, die gewoon echt niet lukken. De, 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 de pubquiz of de, de vrijdagmiddag inlog in Bolo is geen succes. Tenminste, nee. niet bij mij. en Ik, heb, ik ken nee, niemand inderdaad. die zegt van, Goeie. van, van die, die innovatie is dus nee. die Die zou je verwachten. Dus je merkt dat dus social, hè, dus, dus als je kijkt naar technologische innovatie... is er een sterke behoefte aan uh, praktische... He, dus de, 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 de online, de Zoom-meeting om dingen te bespreken, die is geweldig. Mm -hmm. Maar de sociale uh, is er niet. Nee, maar ik denk dat een, een Daar zie ik geen innovatie. wereld van beide ook niet werkt. Als je een training moet geven en er zijn een groepje die is offline en er is een groepje die is online aanwezig. Ik denk dat dat niet werkt. Want degenen die online aanwezig zijn tijdens die training, ja, die kun je als trainer zijn, bijna niet nee. goed betrekken. Want er zit... Vertraging in. Het loopt niet helemaal lekker. Wat zeg je? Je moet je aandacht verdelen tussen. en wat er in de groep offline gebeurt. en wat er on online gebeurt. Als trainer zijnde is dat gewoon niet ja. te doen. Dus ik en denk dat die combinatie ook niet een succesvol uh, project is. en dat het op lange termijn. Dat dat niet geïmplementeerd gaat worden. Ja, en, en je merkt ook dat dingen bijvoorbeeld. Uh, niet innoveren. Zoals bijvoorbeeld. in de afgelopen twee jaar is, zijn de kroegen. en de disco's. En, en alles. uitgaansleven is behoorlijk op slot gezet. inclusief het. Uh, het, ...restaurants, horeca... ...maar er is geen innovatie gekomen. Er is nu niet een digitale kroeg gekomen. Er is niet, zijn niet digitale pubs gekomen. Nou oké, okay, maar dat... Of zie je daar wel die nou, innovatie dat, dat, in? Ja, dat zie ik. Dat, dat, is, dat, is, ik, dat gaat de metaverse worden. Oké, maar ik heb het gevoel als het gaat om... ...in de horeca heb ik geen innovatie gezien. Dat mensen alternatieven hebben gevonden... ...om toch... ...daarvan is men gewoon naar huis gegaan... ...en heeft men gewoon gebaald. Er, er ja. is niet een digitale pub ontstaan... ...of er zijn niet... Er nee, zijn wel initiatieven geweest. Je hebt natuurlijk uh, 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 Clubhouse wat is gestart. Daar uh, hebben uh. heel veel mensen heil in gevonden. Je hebt Discord-groepen. Dat is wel okay. insane geëxplodeerd. Dat is eigenlijk een soort, een soort um, um, Clubhouse-idee. Discord bestaat al langer. Super bekend onder gamers. Dus als je gaat gamen in, okay. in, in, met een spel en je vrienden, ga je allemaal in een Discord-channel. Yeah. En dan kun je tegelijkertijd met elkaar praten. En okay. dat schijnt wel ongelooflijk te zijn geëxplodeerd. En dat is ook oh. een vorm van communicatie wat okay. mensen toch nodig hebben. Maar ik denk echt een vervanger voor de kroeg ja die is er gewoon niet ik bedoel wat, ja huisfeestjes illegale uh, ja. reef corona goed, spread, uh, maar feestjes dat is, die, dat is dat is niet innovatie dat is nee, gewoon dat... onduiken om, of nee maar ik denk bypassen ik denk ook niet dat daar innovatie mogelijk is en als je, als je, zijn, als je kijkt naar gedrag zijn er dingen van van je zegt ja, he, wat we twee jaar wat we in twee jaar tijd anders gaan doen bijvoorbeeld de handshake wat dat ja, nu ja sowieso dat is anders gaan we blijven dat doen of wordt het een box weet ik veel dat, dat ze, maar ook um, nou ja ge, uh, gedrag ik, ik eh, qua, eh, we zullen vanaf nu, als we ziek worden met griepen, wat krijgen dan zullen we al vrij snel niet meer. Eh, vroeger, vroeger ging ik, als ik ging stappen, dan, of ik, als ik nou verkouden was, ik ging gewoon. Mm -hmm. Maar ik denk dat als jij nu volgend jaar, hè, laat ik zeggen eind van dit jaar, november, in de trein zit en je zit vreselijk te hoesten en te proesten. Dan zullen waarschijnlijk de mensen in de trein jou daarop aanspreken. Dus ja. ik denk dat daar ook wel een soort gedragsverandering komt. Dat zou best kunnen. Ik zie het nu nog niet. Alhoewel ik zie nog blijven van mondkapjes dragen. Ik zie wel mensen met bogen. Ik ga, dat doe ik zelf ook. Ik ga soms wel mensen mijden. Als ze te dichtbij komen denk ik. Wow, even relax. Dat even mijn eigen ja. ruimte. Blijf lekker bij jezelf. Mensen die wel geen mondkapjes dragen in een winkel, dat valt meteen op. Mensen die met de handen ergens aan hebben gezeten, waar jij dan daarna met je handen moet aanzitten. dat valt mij ook op. Als iemand zeg maar iets van mijn glas heeft gepakt, dan denk ik. Pak wel een nieuwe. Ja. Dus je, je, je bent wel meer aan het signaleren wat andere mensen doen, zodat jij kunt bepalen of jij daar ook op die manier mee moet omgaan. Of moet je mensen op afstand zetten, of juist niet. Ik denk dat ik ook kijk naar de persoonlijke verzorging ja. van mensen. Maar, maar dan ga ik een stapje hoger als het gaat om gedrag. Hè, want we hebben de afgelopen twee jaar best wel wat geaccepteerd van onze overheid. We mochten, we hebben, dat het we best hebben, wel nog wel een understatement is. Volgens ja. hebben we te veel gedaan. Ja, maar, maar, maar gaat dat gedragsverandering doen? We hebben, als je mij drie jaar geleden had gevraagd, gezegd van... ja, de overheid gaat over twee jaar uh, verbieden dat je na acht uur op straat bent. Dan had ik ja uitgelachen. Ja, precies. Nu hebben we het gewoon genomen. Uh, QR-code. Dus er zijn heel veel gedragingen die de overheid... Uh, de, de, de BOA's en alles. Uh, 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 is dat tijdelijk of, of kunnen we verwachten dat het blijft? Blijft de QR-code? Kan het zijn dat, dat de overheid. Ik hoop het niet. Nee, ik ook niet. Maar, maar het kan best zijn dat je bepaalde gedragingen, vrijheden, dat we. Dat kan negatief ja, ja, werken. Het uh, is heel logisch wat er natuurlijk is gebeurd hè, in, de, in de vorm van deze pandemie en wat gaande is. Want er is heel veel onzekerheid. Dus dan is een overheid die treedt steeds uh, autoritairer op. Wat logisch ja, is. Want het legt moet, regels op. de regels en er is gevaar, er moet controle komen. Wij zijn dan als mens zijn, als groep zijn, heel gemakkelijk van. Hier heb je onze vrijheid ten behoeve van onze veiligheid. Makes sense, obvious. Maar als die dreiging weer zakt. ja, kom maar even met die vrijheid weer terug. Want het is even, we hebben het uitgeleend. En wat je nu heel erg sterk ziet bij de overheid. is dat ze heel moeilijk zijn met het teruggeven van die vrijheid. Want dat betekent namelijk dat ze hun controle ook meer moeten loslaten. Ja. En een overheid wil niet, tenminste dat denk ik. Zoveel mogelijk controle, zodat ze zo goed mogelijk kunnen sturen. En hoe krijg je controle? Door vrijheden van mensen in te perken. En dan kun je data op loslaten. En hoe meer data, hoe meer zicht je hebt, hoe meer controle je kunt hebben. Maar ja. nu zijn we dus eigenlijk op een positie van: hé, hey, het gevaar is geweken. Het is een endemische ziekte, zo lijkt het. En laten we maar weer normaal doen. En de overheid die zegt, wat tenminste bij ons in Nederland zegt: ho, 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 nee. Je krijgt niet zomaar alles meer terug. En ik denk dat dat wel voor frictie gaat zorgen. En ik denk als zij inderdaad dit. Blijven aanhouden met die QR-codes, dat we steeds meer mensen gaan realiseren van. ja, maar wacht eens even, hoezo QR-code? Het is niet meer nodig. Vroeger was de griep, en hadden we ook niet een QR-code die we moet. Waarom nu wel? Dus daar uh, gaat we wel gesteggel over komen. Maar, maar, maar Stef, de overheid beslist vanaf 2023, dus volgend jaar, dat je, uh, uh, he, want ze hebben nu al over een cocktail, dus he, dat een cocktailprik, dat je dan in, in het najaar een prik krijgt waar en corona. Uh, vaccinatie en griep. Hè? Dus de griepprik wordt vervangen door een cocktailprik. Mm. Waar dus en griep en corona zit. Stel je voor de overheid in 2023 zegt van maar, ja luister eens. Uh, in de maanden november tot en met februari. Mag je alleen naar evenementen. Als jij die cocktailgrip hebt gehad. En daar gebruiken wij de QR-code voor. Want die hebben we al. Dat zou ik het je dat waanzin. accepteren? Dat vind ik waanzin. Ja, maar het kan wel technisch. Het kan, het kan zeker. Ja. En, en zou het zou we... me niet verbazen als het gebeurt. Maar als vroeger wij, zouden nou, we dan. Denk, als wij daar niks op doen, dan wel, inderdaad. De, 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 de bouw, de plattegrond ligt er. Als de overheid dat wil doen volgend jaar, kan het. Kunnen ze dat gewoon? Ja. Dan kunnen ze gewoon zeggen: luister eens, om gezondheidsredenen. Uh, beslissen we nu dat je in 2023 in de kwetsbare maanden alleen naar evenementen mag als je die cocktail hebt geprikt. Dus ja. als je dus een QR-code hebt, want die, die techniek hebben we gewoon, hmm. dan, uh, dan is het dus een duidelijke gedragsverandering. Want dan hebben we dus geaccepteerd dat een overheid dus veel meer ons gedrag mag sturen. Ja. Maar uh, je zegt van ja, dat, dat hoop ik niet, maar het, het gebeurt wel. Ik bedoel, we hebben nu onze bo booster gehad. Ik vind het prima. Ja, je weet dat ik, ik ben geen ben. Ik ben meer van: Weet je, ik, uh, de overheid. Uh, uh, vaccineren is een ma manier om de coronacrisis te bestrijden. Misschien niet de beste, maar ook niet de slechtste. We besluiten dat democratisch. Dus ik ga, laat me vaccineren en ik neem een booster. Maar uh, eigenlijk wil ik niet nog meer prikken. Nee. Ik wil gewoon, tenzij ik 90 ben en bang ben voor corona en griep. Want de griepprik is ook facultatief. Hè? Ik bedoel, de griepprik mag je zelf weten. Maar ja, is... stel je voor dat de overheid ons gaat verplichten om een griepprik te nemen. Dan zeg je ja, maar dat, dat, dat doen ze niet. Maar dat. Dat kunnen dat ze wel maken. Dat kunnen ze wel. Maar ja, dan is het dus afhankelijk van wat vinden we daar dan van? En wat gaan we er dan mee doen als we het er niet mee eens zijn. Ja. Want daar zullen die dan inderdaad wel gewoon echt hard voor moeten maken. Wat heel veel mensen dus ook heel goed doen. Zeggen van luister, hier is de grens en niet verder. Ja, en een overheid is helaas wel geneigd om te zoeken naar hoeveel mag ik innemen? Hoeveel van die grenzen willen jullie verleggen? En dat doen ze stapje voor stapje, ja. voor stapje. En op het moment dat als je een half jaar verder bent, denk je, ho, 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 wat, wat is hier gebeurd? Nou, Kijk, dan ben je dus eigenlijk om, te om laat. een voorbeeld te noemen. Tijdens de coronacrisis, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar hadden de boa's het recht om je aan huis binnen te gaan? Dus een boa is iemand die dus niet een politieagent is, nee. iemand met een andere opleiding om te controleren of je niet met meer dan vier mensen in je huis bent. Insane. Maar dat is mag dat, dus wel als allemaal. Als je daarover nadenkt, is eigenlijk gewoon bizar dat dat zeg maar mag. Nou ja, ik weet niet. Maar misschien is. Maar het punt is, is van, straks, uh, in, in een pandemie snap ik het. Maar misschien besluit de overheid om dat volgend jaar te blijven doen. En, en dat is iets wat gedrag. Hè, dat kan gedrag. En uh, ik, ik denk dat het wel mee gaat vallen, maar ik weet het niet zeker. En ik ben toch iemand van zeker weten. Hè, dan, dan, dan denken. Maar uh, het is iets wat we, wat we dus nu niet weten, maar pas over twee jaar gaan realiseren. Die gedragsverandering. Over twee jaar, als we over twee jaar hier weer zitten. En die hele QR-code is helemaal verdwenen, en niemand weet. Oh ja, we hadden vroeger ooit eens een QR-code, nou, dan is er niks aan de hand. Hm. Maar het kan ook zijn dat we hier over twee jaar zitten en dat we, dat we, dat we uh, zitten te stergelen: van ja, uh, ik, 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 ga, ik heb geen QR-code, want ik weiger uh, de griepplikte of de cocktailplikte te pakken. Ja. Nou, dat zou ik wel doen. Ik heb twee prikken gehad waar ik bij, bij de achteraf spijt van heb. <laughs> ik wilde graag een wintersport, maar die werd me alsnog door een neut geboord. Dus Boor, even, ja. wat is dan de incentive om een spuit te nemen? Ja, ik wil graag een luxe. En nou, daar heb ik dan spuit voor over. Maar nu achteraf denk ik ja. Nee, ik, het is niet nodig. Ik vind niet dat ik het hoef te hebben. En ik vind niet dat de overheid het, moet, of het mag verplichten. om iemand te laten vaccineren. Daar, daar gaan we niet over discussiëren, maar dat nee, is mijn mening. Over. Over maar als we het dan over innovatie hebben. gaan we ook andersom met onze gezondheid? Dat vind ik een hele mooie vraag. Want die vraag die ik bij jou ook wil stellen. en mezelf ook. Heeft de coronacrisis. of gaat de coronacrisis. leiden tot innovatie in onze gezondheidszorg? Ik hoop het wel. En mijn angst is dat het antwoord nee is. Ik denk het ook. Want ik denk dat als je kijkt naar de gezondheidszorg, uh, est, uh, ik, ik hmm. heb weinig innovatie. Daar ben ik niet helemaal mee eens, denk ik. Want wat we natuurlijk wel mee hebben gemaakt, is dat nu dat mRNA-vaccin, dat was er natuurlijk al. Maar ik denk dat er bij heel veel mensen nu wel zo'n pling, Hey, dat is interessant. Dit is op grote, grote schaal uitgezet. Wat kunnen we nog meer met dit soort vaccin doen? Met ik heb daar niet, geen verstand van, maar ik, dit is wel iets nieuws op grote schaal. Dus ja, wat gaan ze daarmee doen? Wat gaan ze nog meer kunnen. Ja, te, maar de, dat is misschien ook ten goede. Hè? Ja. Dus niet alleen, ik ben niet Conspiracy, MRNA, dat is DNA. Dat, helemaal niet. Maar hé, hey, wat kunnen we nog meer met deze technologie? Nu dat zo wijd verspreid is door de wereld, wat gaat er nog meer mee gebeuren? Ja, maar dat, dat is technologische innovatie. Maar ik bedoel, meer in gezondheidszorg. Kijk, kijk ik noem het gezondheidszorg. Ja. Maar uh, wij praten over ziekenhuizen. Oké, okay, fair enough. Dus, okay. dus een, een ziekenhuis is alleen maar voor zieke mensen. Ja. Ik ga naar de huisarts. Ik mag alleen naar de huisarts als ik klacht heb of ziek ben. Uh, onze hele focus van onze gezondheidszorg is om, op, op, niet op preventie, maar op herstel helder, en team. verbeteren. Helder, helder. Je weet ja. nu, wij weten nu dat, dat, dat de kwetsbare doelgroep toch mensen zijn die obese zijn of ongezond leven, ja. rokers. Dus we, een van de dingen die we hebben geleerd van de coronacrisis, is dat we, we zitten ook in een pandemie omdat een bepaalde groep zich niet gezond gedraagt. Ja, dat is, in, en, dat is een ding wat zeker is. Ja. Uh, een innovatie in de gezondheidszorg zou bijvoorbeeld zijn: van, weet je, als we nu heel erg gaan innoveren op gezondheidszorg, mensen veel bewuster maken van gezond leven, ja. dan bij de eerstvolgende volgende pandemie, zullen er veel minder mensen sterven. En zullen ja. we misschien niet in een lockdown hoeven. Ja. Ja, dus, dus, dus die innovatie, die, die zie ik niet. Preventieve gezondheid Preventief Ja, preventieve hmm. gezondheid van, van, ik, ik heb liever dat we ons focussen op dat mensen gezonder gaan leven, dan dat we en dat is dat dus de dus non-innovatie. Want de gezondheidszorg is nu aan het bedenken van cocktailprik, griepprik. We ja. moeten nu iedereen een griepprik ja, geven. Precies, dat, je, dat is geen innovatie. Maatschappelijk, inderdaad, denkende. Want we, we zijn heel erg. Uh, de ziekte, dat moeten we zien te bestrijden. Maar het is ja. nu de andere kant van ook. Uh, ouderdom is trouwens ook een ziekte. Dus um, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat proces zo langzaam mogelijk verloopt. en met zo weinig mogelijk complicaties. wat kun je nu al doen als mens zijnde, maar ook ja. als, als maatschappij zijnde. om die. Om de burgers, zeg maar, ja. zo gezond mogelijk en zo oud mogelijk te laten worden. Misschien ja. niet oud mogelijk. En, en, en ik, nu kan het zijn dat ik ruzie ga maken met mensen. Maar wij pretenderen dat wij een van de beste gezondheidszorg hebben in de wereld. En dat is gewoon pertinent niet waar. Wij hebben de beste betermaakzorg in de wereld. Hm. Als jij ziek bent in Nederland. Het, als, ik, als, ik, eh, als ik een ziekte krijg, zou ik het liefst willen dat ik in Nederland woon. Dan heb ik de beste zorg. Hm. Maar als je het hebt over gezondheidszorg, preventie. zijn we echt heel. Laag okay. in, 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 de, in, de, in de. Er zijn echt landen die het echt veel beter doen dan Noem wij. Ze. Welke landen doen nou, het beter en wat doen ze beter? Engeland heeft bijvoorbeeld op alle lage scholen fruit en eten. Dus die zorgt ervoor dat alle jongeren uh, op school gezond eten krijgen. Oké. Okay. hebben wij niet. Uh, Amerika heeft het ook. Uh, een van de redenen waarom bijvoorbeeld de corona een probleem was in Amerika. Dat veel, met name ook armere jongeren, kinderen niet meer gezond eten kregen, omdat ze thuis bleven. Hmm. Op school kregen ze, dus daar zijn, zitten ze heel erg gefocust op gezond eten. Voor, jong, voor kinderen. Hmm. Dat doen wij totaal nul. Hmm. Hè? Ik bedoel dat, dat mijn kinderen. Uh, een, een, een appel en een gezond brood meekrijgen, is omdat ik dat zelf doe. Hmm. En ze mogen van mij geen fristie, maar ze moeten melk of water meekrijgen. Dat doe ik zelf. Hmm. Er zit geen enkele overheid of geen enkele gezondheidszorg die mij dat is omdat ik het luxe heb. En laten we wel wezen, uh, 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 Stenrijksstraat, Aarhus, een tv-programma. Probeer maar eens gezond te eten met weinig geld. Het is gewoon onbetaalbaar gezond eten. Een stronk broccoli kost al snel 1 of 2 euro. Als je niet zoveel geld hebt, uh, McDonald's is goedkoper ja. dan een gezonde maaltijd. Daar ben ik het dus niet mee eens. Okay, ja, ja, okay. ja, ik ben het er misschien wel mee eens dat. Ik, ik, vind ik dat... ben het er misschien wel mee eens dat je meer aan volume krijgt als je naar een McDonald's gaat. Dus je denkt dat je meer eten krijgt. Maar in verhouding. natuurlijk. Nee, snap je dat snap ik wel. Dus, dus, ja, nee, maar wat ik probeer te zeggen is, bijvoorbeeld, ik word dit jaar 50. Ik heb een verjaardags. Mijn. mijn ik heb een. Cadeau, in mei word ik dat, dus jullie mogen me dan feliciteren. Ik heb. Mijn, mijn verjaardagscadeau die ik heb gevraagd is een totale medical check-up. Hm. Gewoon een medische check-up. Gewoon. Hoe sta ik ervoor? Gewoon, hoe sta ik ervoor? Omdat ik gewoon even wil weten waar ik sta en waar ik de komende 20 of 30 jaar aan wil, moet werken. Als waarvoor moet ik oppassen? Dat moet ik helemaal zelf betalen. Uh, ik, ik moet dat op internet gaan struinen. Ik heb geen idee waar ik het kan vinden. Waarom bieden wij dat niet gewoon aan, aan, aan elke burger? Gewoon dat je zegt van periodiek. Elke 25 jaar, dus als je 25 wordt, als je 50 wordt, en als je 65 wordt, een medical check-up. Dat is gezondheidszorg. Yeah. En wat wij nu doen is. Als ik morgen een, een ziekte krijg, ben ik super blij dat ik in Nederland woon. Heb ik de beste artsen, de beste dokters. Maar um, aan preventie, nee. Want tijdens de, om een voorbeeld te doen, tijdens de gezondheidszorg, tijdens de coronacrisis, is bijvoorbeeld de reguliere gezondheidszorg gewoon stilgezet, hmm. uh, borstkank borstkankeronderzoek is gewoon stilgelegd. Terwijl ik denk dat is juist het laatste wat je moet stellen. Wie gaat dat betalen dan? Uh, wij ja oké okay, maar ja. Ik, ik betaal het nu toch ook zelf ik ga die, die, die merkel check die die, ja, die betaalt ontzettend maar jij zegt, zegt eigenlijk van de, eigenlijk moeten we dat vanuit de overheid moeten we dat deels hey, gaan vanuit, vanuit de vanuit de samenleving vanuit de samenleving en de overheid is de samenleving we doen net alsof ja. de overheid bij zij is maar wij nee, zijn nee, de dat overheid snap ik wel maar zeg maar als het aangeboden wordt en want ik, ik ben dan misschien gelijk een compleet ja compleet ja. of zo wat dan ook maar eh, dus als je vanuit onze verzekering onze zorgverzekering als ja. die dus ook meer preventie gaat zitten die gaat ook vast aanbieden van nou ja, je mag periodiek per kwartaal of per half ja, krijg je een x-budget als jij deze abonnementstructuur neemt? Um, dan kun je bij deze instellingen kun je een gezondheidscheck doen. En dan denk je, nou, dat is fijn. 500 euro vergoed vanuit zorgverzekering. Ik leg zelf nog 250 euro. En ik word helemaal gecheckt. En ja. die data gaat zo. Wst, ja, oké, okay, maar dat... Naar ja. de verzekering. Ja. Nee, maar dat, ja, maar dat is... Dat is dan mijn plotbrein eh, ja, ja, dan. Tuurlijk, dat snap ik. dat Maar weet je, dan kun je nooit iets doen. Want ik kan bij alles een complot verzinnen. Ja, niet dat ze dat nu niet al doen. Ik denk dat ze dat bedoel, ook de, al de, doen. Er dan. zijn nu ook gewoon camera's in het uitgaansleven. Ja. Hetzelfde verhaal. Dat ja, je, beetje, je, je, Maar is dat inderdaad een slecht iets dan? Weet dat Is dat iets. inderdaad... Een, Kijk, is dat, is het punt is... Verzekeraars zijn ook intelligente wezens of, of systemen. Die weten ook wel van... Als ik uh, nu mensen in gezondheidszorg stimuleer hoef ik minder uit te betalen. Het is gewoon heel simpel. Als, als ik een verzekeraar ben, en zo denken de meeste verzekeraars ook, als iemand gezond leeft, kost hij mij bijna niks. Hmm. Als iemand al op 20-jarige leeftijd uh, diabetes wordt, omdat hij alleen maar McDonald's eet, hmm. ja, dan, dan wordt dat een hele dure klant voor mij. Dus, 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 dus verzekeraars weten ook wel dat als jij preventieve gezondheidszorg toepast, he, he, dat, dat is net als met auto's, als je die gewoon goed onderhoudt, heb je minder onderhoudskosten. Als je mensen als, als, als vanaf jongs af aan gezond leven, dan is dat voor een verzekeraar prettig. Want dat betekent dat ik veel minder allerlei. Uh, als, als mensen niet roken, heb ik geen longkanker. Dus, ja. dan heb ik, dus de, de verzekeraars hebben er alleen maar baat bij. Alleen wat jij, wat jij denk ik denkt, is dat een verzekeraar zegt: van nou, dat blijkt uit, een, uit het onderzoek dat jij een bepaalde genetische afwijking hebt. Waardoor de kans vrij groot is dat je, dat je kanker krijgt of wat dan ook. Dan moet je meer premie betalen. Ja. ja. Ja, dat kun, je, dat kun je gewoon voorkomen door te zeggen vanuit de overheid. Die, maar eh, Dat is nu ook zo. Iedereen betaalt dezelfde premie in ja, Nederland. Prachtig, nog wel trouwens. Ja, en dat uh, kun je als overheid gewoon verbieden. De overheid die bepaalt dat. Maar innovatie, gezondheidszorg. Dus maatschappelijk gezien, individueel gezien, of bedrijfsmatig. Gaan we innoveren. <coughs> gaan wij als bedrijf zijnde en als individuele mens zijnde om met onze gezondheid. Dankzij corona. Ik wel. Ik, als je nou. Ik, als persoonsindividu, ik denk dat ik als corona er niet was geweest, nu anders zou leven. Oké, okay, kun je een voorbeeld geven? Nou, ik, ik sport drie keer per week. Ik, ik ben uh, vegetariër, maar dat was al een beetje, begin was ik al aan het over nadenken. Ik, ik, leef, ik eet gezonder, ik heb gewicht verloren, ik heb meer spiermassa, dus ik dan dus nog meer gewicht verliezen eigenlijk. Uh, ik ben veel bewuster met, met mijn gezondheid bezig. Ja, dat heeft voor mij wel heel veel innovatie gebracht, ik, de, ik, heb, ik, heb ook, ik was ook een van de eerste. Ik heb ook in 2020 in de eerste golf heb ik het coronavirus gekregen. Dus ik heb nog de echte alfa-corona gehad. De, 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 waar je echt ziek van werd. Niet, die, 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 niet het Omicron pussy virus Is dit, de, is dit een Dick, dick Machine Contest? Ja. Ik zat in Oostenrijk. Ik ja, heb epicentrum. Het ook had, ja. Dus ik heb hem meegenomen. Het, jij was een van de spreaders. Nee, je hebt het ook gehad, ja. Maar, ja maar dus dus, dus uh, ik ben wel even heel erg bewust geworden van mijn kwetsbaarheid. Ja. en en en, en uh, en, en van mijn vader en moeder, want die zijn natuurlijk 70ers. Mm. Dus, dus kijk, kijk, ik vaccineer niet voor mezelf. Ik vaccineer voor mijn vader en moeder, want mm. ik wil niet dat zij het krijgen. Ja. Want ik wil niet dat ze doodgaan. En ik gun ze de, 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 dat ze 90 worden en mijzelf ook en mijn, mijn klein, hun kleinkinderen. Mm. Dus ik, het heeft voor mij heel veel gebracht. Okay. Moeten we het bedrijven zeg maar ook adviseren om meer te gaan focussen op de. Gezondheid, fysiek en mentaal van de medewerker. Moeten nee. we daar slimmer mee omgaan? Moet nee, nee, is, nee? Is, nee. Is nee. dat zo? Nee. Ik denk niet dat dat een, een taak of een verantwoordelijkheid is van, de, van ondernemers bedrijven, wel dat ze het mee faciliteren. Maar ik denk dat het een maatschappelijk iets is. Je kunt niet van ondernemingen, van bedrijven verwachten dat zij nu in één keer met de gezondheid van de medewerkers. Echt bezig zo? Gaan. Daar sta ik wel echt anders in. Dat is cool. Okay. <laughs> ja, ik denk wel vind, dat ze moeten meehelpen. Ik vind dat dus helemaal niet de verantwoordelijkheid van de maatschappij. Ik vind dat dus echt bij, de individu, bij het individu ja, ligt. Ik vind en, dat, wij en, daar, dat en, we daar anders maar in Maar Ik denk dus ook als organisatie zijn, als, als ondernemer zijnde of, of, of eh, als, als eigenaar zijnde, dat je wel degelijk in de. ...moet stimuleren om gezond te leven... ...om meer na te denken... Hè, ...zit je na tot twaalf uur nog... ...s'nachts ja, okay, aan dus, de wijn... Dus, dus, en, en, okay, dan uh, dan twee dingen. Eén ding uh, wat ik je hoor zeggen... ...kijk, als ik een intelligente ondernemer ben... ...dan mm. weet ik dat mijn mensen het best... ...blenderen als ze gezond leven. Mm. Maar dat is een economische keuze. Hè, als jij heel slecht eet, slecht slaapt, dan zul je minder goed voor mij presteren als ik, jou, als ik de ondernemer ben waar je vijand voor hebt. Dus egocent is belang. Niet alleen de prestaties, maar ook, hoe, want jij weet zelf ook, als je tot later hebt gezeten en je hebt wijn gezopen, dan ben je niet het beste aanspreekbaar de dag erna. Dan is het niet dat je ja, het, het beste in je energie zit. Dus, dus, maar, dus, maar, maar als je het over werkgeluk en plezier hebt en je collega's, ja, je brengt een negatieve stemming, breng je in op de werkvloer, dat heeft ook effect op de rest van je team. Dus dan heeft het niet alleen maar met economisch te waren, maar ook met geluk, wat je voelt. Ja, maar op je uiteindelijk, werk. uiteindelijk is het wel te vertalen naar, naar productiviteit en effectiviteit. En kijk, wat ik bedoel is, ik vind het een maatschappelijk. Kijk, ik vind dat wij nu als land, als, als volk, uh, als het gaat over gezondheidszorg hebben, scoren wij in mijn beleving een dikke onvoldoende. Okay. Als het gaat om verbeteren, uh, beter maakzorg, een dikke tien, maar gezondheidszorg. En ik vind dat een maatschappelijk probleem waar we echt iets aan moeten doen. En ik vind dat die verantwoordelijkheid bij de mensen en bij bij de overheid liggen en niet bij bedrijven. Ja, ik ben altijd zo bang dat, zeg maar, uh, van... ja, nee, maar zij moeten het beter doen. En nee, dat, wij moeten het ja, beter doen. Ja, nou, maar ik, ik, precies, maar als je zeg maar, ik vind... als je dan zegt, ik vind dat de overheid moet... dan vind ik dat het gevaar daarin ligt heel erg... dat je de verantwoordelijkheid bij een ander neerlegt... Dat zegt van, ja, maar zij ja, doen het ja, niet goed. Ik nou, snap wat je bedoelt, maar, maar ik, ben, ik ben er ook wel meteen... Ik, zot, ik denk dat dat bescherming is, hè. Kijk, weet je, het punt is, wij, wij hebben ervoor gekozen... Eh, eh, om, een, om een systeem te hebben met... Eh, je hebt klassieke grondrechten dat je mensen moet beschermen. Eh, vrijheid van meningsuiten, die moet vooral afblijven. Maar wij hebben ook voor gekozen voor sociale grondrechten. Dat de overheid actief ons helpt om, om gezond te blijven. Dus dat is gewoon een keuze van de democratie. Eh. We hebben een, een heel simpel bedrijfsvoorbeeld. Uh, wij hebben vakantiegeld. Mm -hmm. Dus uh, 8% van je wordt wordt gereserveerd. En in juni wordt één keer vakantiegeld uitgekeerd. Dat is verplicht. Dat is eigenlijk badinerend, want bedoel, dat kun je ook zelf doen. Mm -hmm. Maar we weten, de mens is niet sterk genoeg. Als je zegt van laat het aan de mensen over, gebeurt het niet. Is dat dezelfde situatie met pensioen? Ja, hetzelfde verhaal. Ook, ja. ook iets van als je dat niet verplicht en als, mensen, als je tegen mensen zegt, regel het zelf. De meeste mensen doen het niet. Mm. Dus je moet ook uh, uh, mensen, net als kinderen, moet je ze helpen, op weg helpen. En je moet ook wel, uh, ja, uh, hoe heet dat, uh, uh, Pieplant of in ieder geval bardeeër, die moet ook wel een beetje sturen. Hmm. Kijk, er zijn genoeg mensen die verdienen niet genoeg. Als je tegen die mensen zegt je moet gezonder leven, ja, die, die, die kunnen. Ja, dat ben ik dus dan, dan kun je zeggen als overheid: ga je bijvoorbeeld subsidie op, op vers groente. Sterker nog, ik zou voorstander zijn om uh, groente gratis te maken, bij wijze van spreken. Gewoon gratis. Gewoon, en dat we dat dan gewoon aan de Albert Heijn betalen. Gewoon zeggen: van weet je. Als ik in de Albert Heijn binnenkom, dan staat er een bakje met, met, met mandarijntjes en banaantjes. En dan mogen de kinderen mogen gratis eentje pakken voor de kleintjes. Wat, wat zou er mis zijn als je gewoon een, in een supermarkt gewoon een één rek hebt met gewoon gratis. Je mag gewoon maximaal per persoon zoveel. En uh, uh, uiteindelijk krijgt de Albert Heijn het wel van de overheid terug. Het is niet, bedoel, het moet, uh, en dat je dan op die manier ervoor, ervoor kan zorgen dat mensen gewoon altijd gezond... Als ze het dan volgens niet doen, is het hun probleem. Ja. Maar als ik nu... Uh, een bijstandsmoeder ben met drie kinderen... ja, het lukt je echt niet om gezond te eten. Dat lukt je echt niet. Ik gun het je van harte. Dan moet je echt een moestuin in de tuin gaan aanleggen. Dan nog dat, niet. Dat is Die theorie die daar heerst, echt dat er te weinig bandbreedte is... om daarover na te denken, metaal gezien. Omdat je dus te veel stress hebt. Ja, je, bent, je, je bent al lang ver, blij dat je, geld. dat je... dat je überhaupt iets, ja. iets op tafel hebt. En, en dus in die zin, ik denk, ik denk dat we gezondheidszorg... Uh, maar dat is hetzelfde verhaal. De, 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 de sportscholen zitten vol met mensen... die het kunnen betalen. Ja. Men, dus in die zin, op dit moment vind ik in Nederland: is gez, gez, gezond leven is, is elitair. Mensen die de, 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 de smoothies, de sapjes, de gezond. Het, over het algemeen is het, is het een voorrecht van de meer bedeelden. Maar ik, misschien ben ik ook wel een beetje. Ik, ja, dan, ja, maar, een beetje wappie daar. Ik, nee, nee, ik denk dat jij vrij idealistisch bent, denk ik. Ja, um, hopelijk dat, 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 wel. Maar ik denk, ik kom uit een, ik wil niet zeggen een bepaald milieu, maar ik heb een bepaalde fase gehad in mijn leven waar het zeg maar, niet, niet, niet zo goed ging. Ja. Maar ik heb er toen zelf heel erg voor gekozen om heel gezond te leven. Ja. En dat is eigen keuze geweest, ook noodzaak misschien. Dus daarmee wil ik zeggen dat, ook al gaat het heel erg slecht met je en heb je niet alle financiële middelen, loop je bij de bijstand, heb je een uitkering, dan nog kun je ervoor kiezen om gezond te gaan leven. Ja, is, is, dat, bepaal, is, dat, is dat moeilijk? Voor... Ja, is het... voor een grote, voor als je de kracht hebt en de power, ja. Maar als jij kind bent, kin, met met, voornamelijk voor de jeugd, als jij, als, jij, als, jij, als jij kind bent van een ouder die dat niet heeft, dan ga je als kind eraan. Fair enough. Dus, het is, het is, dus, dus, dus laten we zo, laat, vanuit het ja, idealisme, okay. ik zou ervoor pleiten dat onze gezondheidszorg zo is ingesteld dat iedereen tot zijn achttiende volledig gezond kan leven. En van mij, je kunt ook zeggen van tot 18 jaar uh, gratis groente-fruit eten. Wat andere landen dus ook doen. Want in, in heel veel landen om ons heen, uh, Noord en Scandinavië, uh, uh, Engeland, Amerika, wordt er ontzettend ingezet op gezond eten voor, voor jeugd. Mm. En het voordeel daarvan is dat ze dat ook leren. Dus als je 18 jaar lang gezond eet en op je 19 e moet je het zelf doen, dan is de kans groter dat je dat patroon gaat vervolgen. Yeah. Dus ik denk dat. dat uh, uh, ja, maar goed, ik weet niet of het nog corona gerelateerd is. Maar ik vind wel dat we. Het is vrijdagmiddag, hè? Dat mag ja. Dat. ja, maar ik vind wel dat een van de lessen die, een van de innovaties die ik graag zou willen inzetten, is dat, dat we dat we ervan leren hoe kwetsbaar uh, ons het leven is. Ja. We hebben voor het eerst ontdekt. We, 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 sinds begin de 20ste eeuw zijn we alleen maar ouder en gezonder geworden. Mm -hmm. En voor het eerst zit er een, zit er een dip in. We, we hebben nu ontdekt dat we minder oud worden. Mm -hmm. En uh, op een of andere manier mag dat niet. Dus dan gaan we het ontkennen. Dus dan gaan we een pandemie, gaan we een gaan we lockdown in. Maar ik denk dat we gewoon moeten accepteren dat oud worden niet meer uh, vanzelfsprekend is en iets met technologie te maken heeft. Maar dat oud worden ook gedrag is. En, 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 uh, en dat het, dat het een, toch een, niet een. Hey, jij wil, geloof ik, 130 worden, geloof ik. Wat zeg je verkeerd? Ik ga 130 worden. Jij gaat 130 worden. Als die vrachtwagen maar niet over je heen gaat, dan. Uh, dus, heb is geen controle over. Ja, ja. 130. Ja, maar dat, 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 je vertoont ook het gedacht dat erbij maar hoort als ik jou zie ik, eten en, en wel, sporten. Ik denk dat dat ook essentieel is. Ik bedoel, ik heb toen in die tijd gezeten dat ik eh, af moest kicken, clean moest worden. Dus mijn why die er tegenover stond, die was dermate sterk dat het voor mij heel makkelijk is om de hoe uit te voeren. Ik wil hier uit deze ellende komen. Hoe moet ik dat doen? Wat moet ik bijvoorbeeld doen? Ik denk bij heel veel mensen, misschien dat het zeg maar die corona is een eye-opener van oef, ik ben wel heel ja. erg kwetsbaar. Hey, ik wil niet meer zo ziek worden als dat ik was, of zo kwetsbaar zijn als dat ik ben. Wat moet ik doen? Ik moet consistenter gaan sporten. Ik moet beter op mijn voeding letten. Ik moet meer bewegen, vaker even staan en een rondje lopen op het kantoor, want ik zit heel veel. Beter op mijn gezondheid, vitamine, andere virussen. Bij mensen uit de buurt blijven als in zijn nice en dat soort dingen. Ik denk dat, dat als, als je dat mee kunt nemen uit deze pandemie, ik denk dat dat wel een hele grote winst is. Ja, en ik denk dat we dat niet gaan doen. Nee, hè? Ik denk als het om gezondheidszorg is, hoor ik maar één ding. Druk op de zorg, druk op de zorg, druk op de zorg. Het gaat alleen maar over... En die is er, hè. Het dat, dat laatste wat ik ga doen is ontkennen dat de druk op de zorg. Mm. Maar het gaat alleen maar over druk op de zorg. Meer handjes, minder handjes. Uh, het, is, het wordt heel erg economisch vertaald. Mm -hmm. uh, er is, er is geen, geen minister die zegt van jongens, als we nu ons inzetten op gezond leven, dan wordt de druk op de zorg ook een stuk minder. Want dan hebben we uh, veel minder mensen komen in ziekenhuizen. Dus, dus... Denk je dat we door de technologische ontwikkelingen straks een overschot hebben aan mensen die in de zorg zouden kunnen werken? Omdat er steeds meer banen verdwijnen, maar het het zorgdragen voor andere mensen blijft een mensenwerk? Ja, ik denk dat dat best wel wat je zegt. Dat je zeg maar een soort... Hè, we hebben een soort... Uh, de economie heeft allerlei soorten revoluties. De plasticrevolutie, hmm. de treinrevolutie, plastic de computerrevolutie. Trein computer hmm. Ik zou wel mooi vinden als er een gezondheidsrevolutie komt. Dus dat we gewoon ons veel meer inzetten op gezondheid. En hmm. daar... Veel meer de, onze, onze centen naartoe laten mogen We Mogen ook meer bemoeien? Bemoeizorg. Als, misschien ook als bedrijfsmatig. Bemoeien met je medewerkers. Van hey, ik, ik, ik Ja, ik vind wel. Je bedoelt van. Als ik zie dat een collega van mij gezond, ongezond leeft. Ja. Dat we daarop aan mogen spelen. Nee. Ja, ik vind van wel. Ja. Ik vind dat, maar het mag niet officieel. Nee? nee? Als jij als werkgever mag jij niet uh, bemoeien met het privéleven van een medewerker. Als, we, als, als medewerker tegenover je collega dan? Ja, dat is intermenselijk dan ja, daar dan hoeft iemand niks mee te doen. Nee, precies. Kom je maar, terug bij de Netflix-feedback-cultuur? Zou je feedback over kunnen geven? Ik wel. Ik, ik zou, ik zou, mijn ideaal is, is dat uh, een, 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 een medewerker in ieder geval één keer per jaar heel erg goed nadenkt of die op dat vlak goed bezig is. En als ja. die daar helpt. We hebben functioneers- en beoordelingsgesprekken Dan gaat het over waar wil je in ontwikkelen? Waar, eh, wat, wat moet ontwikkeld worden? Ik, dacht, ik zou het mooist zou zijn als er gezondheid in wordt meegenomen. Ja. Maar dat mag niet en dat doen we niet. Maar je zou het ook op andere manieren kunnen faciliteren. Door, door een... Uh... Ja, ik, ja ik, ik geloof veel meer in... Ik, ik geloof heel erg in data en check-ups en in... in, in, uh, ja, in, in want, ja, jij lijkt eigenlijk ook wel in de metaverse. Als je kijkt hoeveel data alles jij trackt en dat soort dingen. Het is eigenlijk ook heel erg digitaal leven al. Ik, ik, ik heb afgelopen week... Uh, voelde ik me niet heel erg lekker. En ik, heb ook, ik ben gelukkig een paar keer negatief getest. Maar al mijn hele systemen zeiden, je bent ziek. Hmm. En uiteindelijk was ik ook wel ziek. Ik had gewoon een lichte griep of een lichte verkoudheid. Maar ik zag het in alle. De, de, mijn uh, hartslag in rust was, uh, was hoger dan gemiddeld. Hmm. En, uh, en uh, wat grappig is, toen ik, die, die, toen ik in, maart tweede, oh nee, in september 2020 corona had. Toen die, die, dag dat, die eerste dag dat ik het had, heb ik de hele dag in bed gelegen, geslapen. Hmm. En aan het eind van de dag kreeg ik een melding van mijn apparaat van: goh, u heeft vandaag een hele actieve dag gehad en heeft uh, goed bezig. Maar het bleek dus dat ik dus de hele dag mijn hartslag op, op 100 of iets hoger had. Ja. Terwijl ik sliep, dus eigenlijk hoor je hartslag lager te zijn. Ja. Maar omdat ik, doordat, doordat corona mijn longen aanviel, uh, kreeg mijn bloed te weinig zuurstof. Dus mijn, mijn hart mm. moest als een gek pompen, mm. om toch dat zuurstof in mijn lichaam, in mijn bloed te krijgen. Dus ik heb daardoor een heel hoog hartslag gehad. Dus in, ik kan het gewoon medisch aantonen wat corona toen met mij gedaan heeft. Ja. Gewoon, ik heb alle data nog. Ik heb, ik, wat, wat, het met, wat corona met mij heeft gedaan, is dat ik een hele hoge hartslag had. 100 gemiddeld, dat is hoog. Want ik heb normaal 50 gemiddeld. Hm. En um, daardoor kan ik dus concluderen dat, ik dus, dat mijn longen te weinig zuurstof maakten. Hm. En dat mijn, mijn, mijn bloed dus gewoon ja, twee keer zoveel moest pompen om toch weer dat zuurstof in mijn in mijn lichaam te houden om dat bloed aan zuurstof te verduren, ja, dus, dus ja, dus ik geloof wel in data, ik ben dol op data. Ja. Maar ik heb nu ook mijn systeem, ik heb nu de woep ook, dat ik, ik ben helemaal gek, ik, de, deze woep zal mij melden als ik COVID heb. Is heb. dat nou die nieuwste woep? Ja. Heeft je mij eindelijk? Heeft hij eindelijk, ja, een <laughs> half jaar. Ja. Ja. Dus maar is die nou ook beter? Uh, ja, maar ik, bij, 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 zijn weer wat andere ziektes. Uh. <laughs> De, de, deze woep is kleiner en daardoor is het gevolg is dat als ik slaap dat hij dan als ik dan anders ligt dat hij dan een tijd niet registreert dus het gevolg van dus ik moet hem heel strak aanbinden, want anders... Uh... Wat fijn, maar ja, wat, fijn, niet... wat fijn dat we ons hier druk over zit kunnen maken. Maar... zit niemand op te wachten op deze informatie die ik nu net vertel. <laughs> nee, maar ik denk wel leuk. Uh, of leuk? Nou ja, ik denk wel interessant om over na te denken voor jezelf... en voor als bedrijfszijnde, als organisatie. Van nee, oh, wacht eens even. Twee jaar in deze shit gezeten. Nu hmm. ga ik innoveren. Zijn de dingen veranderd? Moet ik die verandering blijven voeden? Moet ik remmen? Moet ik, ja. Wat moet ik doen? En, 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 en misschien, moet we gaan, want ik denk dat we een beetje moeten afronden. Ja. Ja, wat ik eigenlijk iedereen wil meegeven van die coronacrisis... Discussies over kunnen laten, we het vooral positief. Laat vooral kijken wat, wat, wat valt er te winnen. Wat is belangrijk voor ons? Wat moeten we behouden? Is gezondheidszorg is belangrijk? Vrijheid is belangrijk. Ja, dus, ja. Dus, dus ga uh, de, pas op met de vrijheid. We hebben we, we leren er heel veel goede dingen uit. Van wat wat wij nou wat voor ons belangrijk is. Niet eh, wat ik er heb uitgehaald. Um, ik heb uh, is misschien leuk als jij ook samenvat wat jij had, met, 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 Ik heb uitgehaald dat hoe belangrijk gezondheid voor me is en dat dat een, een, een gift is. En dat het een cadeau is waar je heel hard aan moet werken. Ik heb eruit gehaald dat uh, gezondheid uh, echt wel iets waar we echt anders naar moeten kijken. Mm -hmm. um, ik heb eruit gehaald dat, uh, nou, dat er heel veel innovatie in, 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 in werken en technologie is gedaan die, die goed zijn. Uh, dus, dus daar wil ik verder mee gaan en, en, en niet discussies van... Uh, wel of niet vaccineren. Ja, weet je, nee. ik heb daar de energie niet voor. Nee, ik denk dat de vrouw snap mensen gaan... ook wel, maar ook, ook weer niet. We moeten vooral, denk ik, gaan nadenken over een leven na de crisis. En ja. met corona. Ik bedoel, het gaat niet weg. We zitten ermee opgescheept en het nee. blijft waarschijnlijk ook een hele behoorlijke tijd. En theoretisch is het mogelijk dat er over vijf jaar weer een nieuwe variant of een oh. virus komt. Hè? Want we hebben SARS, MERS, we hebben ebola. Dit is niet de eerste keer dat je het gebeurt, natuurlijk. Dit Zeker dit is, dit niet de eerste de en de ook niet tiende, de laatste keer. Alleen dit is de heft, meest heftige. Nou ja, dus. Ik denk vooral focus op na, na de crisis, na de pandemie. Ja. Laten we het, ik denk dat je de mindset best wel mag aannemen van oké, okay, we, we hebben weer een stukje licht aan het einde van de tunnel. We komen eruit en misschien dat we na de zomer wel weer de deksel op onze neus krijgen. Dat het dus niet zo is, maar dat zien we dan wel. En wat ik vooral zelf achter ben gekomen is dat we vooral denk ik als samenleving hebben gezien dat er een hele grote lichtbalk met een, een groot glas is gaan schijnen op heel veel aanwezige problematiek bij heel veel mensen. En dat corona ervoor gezorgd heeft dat dat ongelooflijk... Uit is vergroot. Als je kijkt naar jongeren, als je kijkt naar stress, als je kijkt naar angst en eenzaamheid en mensen die dus kwetsbaar en vatbaar zijn. En dat zijn er dus heel erg veel. En ik wil niet zeggen dat het dankzij corona is, maar ik denk wel dat daar al heel veel problematiek aanwezig is. En dat corona ervoor gezorgd heeft dat dat in een stroomversnelling terecht is gekomen of uitvergroot is, hoe je het ook maar wilt noemen. Um, en ik denk dat we daar veel bewuster mee bezig moeten gaan met je eigen gezondheid, je eigen redzaamheid. Naasten, hoe gaat het met je naasten? Ja. Dat is denk ik super belangrijk. Ik ben zelf iemand die ongelooflijk veel bezig is met gezondheid. Dus ja. ik, 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 ik denk niet dat ik daar vooral veel op moet focussen. Dat zou misschien een overkill worden. Maar wat ik wel heb gemerkt, is, is dat ik nu zo langzamerhand best wel aan het zat, zat aan het worden ben van de dingen die dus niet meer kunnen, de leuke dingen. Ja. Dus vrije tijdsbesteding. En dat bedoel ik niet met gezellig naar nou, vrienden. Maar ook uitjes. Ja, theater, disco, Simpele uitjes. En, festivals, en ik kan best wel lang, langdurig, zeg maar. Uh, Single-minded dingen doen. Maar ik merk nou echt wel dat ik er wel van aan het balen ben. Ik mis wel de familie uitjes. denk ja, familie uitjes. Ja. Uh, maar nu, achter dat ik. Nou ja, ja, het is wel leuk om dingen te kunnen doen. Het is er gewoon niet meer. En wat ik ja, ook merk... het zijn sociale kuddedieren natuurlijk. Wat, wat ik ook merk is denk ik, ja, ja, dan niet. Dus het wordt ook wel een beetje... Ik, dat is ook wel een gevaar. Van nou ja, laat maar dan. Laat ja. maar. Ik denk dat het ook te gemakkelijk nu wordt gedaan van... ja, Net zoals met scholen. Scholen, introductiekamp. Nu is er al iets gaande van... Ja, gaan we niet meer doen. Uh, is, nieuwjaarsrecepties. Nou ja, precies. Vroeger met voetballen, met de sport, met alles. Ik bedoel, wij, 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 wij bestaan drie jaar... We, hebben, we zitten nu twee jaar in deze ellende. Ja. Wij hebben nog niet echt een oud en nieuw borrel gehad. We hebben nog niet echt met kerst ergens heen gaan met team nee. uit lunch. Of een like lunch uit eten. Dat, dat ja, soort dingen is, hebben wij überhaupt nog niet. We zijn inderdaad 1 januari 2020 gestart. En, ja. en twee maanden later zaten we in de coronacrisis. Maar dat zijn eigenlijk best wel gekke ja. dingen die we niet hebben. Of nou nee, gekke dingen. zijn wat mooie dingen die we, die we dus niet hebben kunnen doen. Dus ik denk dat het voor mezelf ook een reminder is van meer waarde hechten aan zulke momenten. Ja. Ja, never waste a good crisis. Dat is Churchill. Mijn, een van de weinige mooie dingen die Churchill heeft, behalve dan dat hij de Duitsers eruit wilde trappen. Goed, en nou dat we bij de Duitsers zijn aangekomen, is dit het einde oh ja, we van de even, Als we de, we de Tweede Wereldoorlog beginnen, dan is dat goed. we gaan volgende. vandaag niet meer aan het werk, want het is weekend. Wij gaan er door. En ik denk, uh, tot de volgende keer.